Ja, daar zijn we weer. Ja. Welkom bij Pech met de Polities. En / Verginkeltjes. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Nou, we zijn in ieder geval geslaagd voor het droogblad. Een beetje bewerken. Ja, ik zal hem zo beter even laten zien, maar ik ga hem ook zo ophangen, dus dan komt het helemaal goed. En dus we lopen daar in die houtzagerij bij van de Marel. Van de Marel. Mooie zaak overigens. Super vette zaak. Heel aardig allemaal. Veel hout en zo en vriendelijke mensen. En dus we hadden dit blad uitgekozen en toen zagen we ook nog een leuke salontafel staan. Nou hebben we dat eigenlijk niet echt nodig, want we hebben daar die twee ontzettend leuke tafeltjes. Ik vind ze alleen niet heel erg praktisch. Maar het kan slechter. Nou, het doet er niet toe. We zijn dus eigenlijk wel een heel toffe tafel. Ja. Ja, tik. Dat is Reggie. En we waren die plaat aan het afrekenen. Toen vroeg ik zo een beetje tussen neus en lippen door. Dat ik een beetje oriënteren van nou, wat kost die tafel die daar stond. Toen zei hij, oh, die tafel is 2,75. Dus ik zeg, oh, ik had eigenlijk meer verwacht. Valt wel mee. Toen zei hij, ja, welke is het dan? Die ronde toch? Ik zei, nee, die ronde, maar die andere met dat een beetje jungle-achtig gebladerde vorm, zeg maar. Bloemachtig, ja, een beetje bloemachtig, heel grof. Het was gewoon een hele grove, toffe tafel. Toen zei hij, oh nee, die is 3,50. Dus ik zeg, oh, dat is dan jammer, want voor 2,75 had ik hem meteen meegenomen. Maar 3,50 vindt u het? Toen zei hij, oh, maar dan zullen we elkaar tegemoet komen op de helft. Ik zei, nou, dat is goed. Hè? Ik heb René lief aangekeken, die zegt ook, dat is goed. Ik denk, nou, dat is goed. Dus wij lopen weer terug, die loods in. En die gozer die pakt die tafel op en die loopt die trap af. En die zegt, tot hier, nou leg hem op de lepel. Dat is een voorkeftruc. En dan, ik zei, dat is goed, dan loop ik vast naar voren. Nou, je voelt hem al aankomen. Dat ging niet goed. Dus ik sta daar die banken in te klappen van de auto. En ik hoor in één keer, kling! Ik reageer nog niet meteen. Het zal wel meevallen. Het zal wel gewoon, weet je wel, die voorkeftrucs hebben meestal zo'n ijzeren plaatje en zo. Als ze dan minstens de geringste drempel wat ze overgaan, dan maakt dat gewoon een ontzettende herrie. Dus ik loop naar voren en toen zag ik daar onze tafel op de grond liggen. En stuk afgebroken. Het is een stuk afgebroken. Domme! Maar misschien was het gewoon meant to be. Ja, meant to be. Nou ja, niet meant to be met de tafel. Nee. Het is gewoon het universum die zei, doe niet zo impulsief. Maar we zijn normaal niet impulsief. Nee. Een beetje. Nou ja, dus hij was gewoon een heel stuk afgebroken, dus we hebben hem achtergelaten. Hij gaat hem nog lijmen. En dan zie je waarschijnlijk een heel klein lijmnaadje. Maar ja, dan, ik vind het toch, ja, dan moet hij wel echt heel goed gelijmd zijn, willen we hem dan nog meenemen. Ja. Maar we hebben in ieder geval deze mooie plaat en scherp. En die ga ik nu proberen op te hangen eigenlijk. En dan kan het ook zomaar zijn, zo deze kan maar filmen. Is het ook, als het goed is de bedoeling dat de badkamer binnen gaat komen. Ja. Dus maar ik zeg, moet ook nog eten en ik moet ook nog slapen. Want en de lift buiten gebruik is. En de lift, oh ja, en de lift is buiten gebruik. Gaat helemaal goed komen. 2019, here we go! Yeah! Een beetje donker hier. Ja, dat gaat nog minimaal 2 uur duren. Komen ze gelijk dan? Binnen 2 uur. Vertel, wat is er gebeurd? Ja, dit krijg je als je een gaatje boort waar er een elektriciteitsleiding loopt. En nu?
Ja, nu kunnen we net zo goed een nieuwe keuken bestellen, want... Ja, die leiding die moet eruit. En dat betekent heel die muur eruit. Nou ja, op zich niet, maar ja, ergens ook weer wel. Kijk, die leidingen die zitten natuurlijk in een PPC, in een buis, en die buis is dicht. Dus op zich... Kijk, als ik nou die loskoppel en ik trek die eruit, zodat we gelijk drie nieuwe stroomkabels zouden hebben, dan kan ik wel gelijk een nieuwe kabel trekken. En alleen dan, ja, dan zit die alleen niet helemaal beschermd. Ja. Natuurlijk niet heel erg. Alleen, ik krijg hem er daar niet uit en ik weet niet of die daar vast zit. Oh, even een plankje ophangen, zeg. Godverdomme. En dan wel janken. Er gaat altijd wel iets fout bij mij, maar dit is wel next level, zeg maar. Het zijn kleine dingetjes die hier goed gaan. Het goede nieuws was dat de keuken binnen, of de badkamer binnenkwam. Maar ja, het moet niet eens licht. Goede nieuws werd overstemd door dit slechte nieuws. En we hebben ook geen hoofdschakelaar meer, net zoals vroeger. Ja, die hebben we wel, maar die zit afgeschermd. Dus daar moet weer stedium voor komen. Stedium. Stedium. To be continued. We hebben weer licht. Van het een naar het ander. Leven. Steed in. Ja. Alles die was snel. Zo, gelukkig wel. Dus we hebben besloten dat we nu gaan kijken of de badkamermeubels passen zoals wij dat in gedachten hadden en willen. Met het geluk van vandaag is dat niet zo. Dus we bereiden ons alvast voor op een teleurstelling. Het enige wat er nu nog is, is dat zo'n nieuwe zekering gaat natuurlijk geld kosten. En dat nu de stopcontact die we daar dus hadden zitten, waarom we daar dat bureautje wilden hebben, het niet doet. Dus die gaat Sergio fixen. Maar we dachten, we doen eerst even de badkamer. Ja. Hopelijk even iets positiefs. En dan weer verder in de... moeilijkere taken. En dit heb ik uitgerekend, dus het zou moeten passen. Ja. We hebben wel vaker jouw rekenkunst. Oké, doei. Even neerzetten voor de zekerheid, denk ik. Maar ik kan wel een verkeerde kant op, dus dat is. Maar hoezo? Dat is toch de goede kant? Dat is toch boven? Dit is de bovenkant. Ja. Oh. Nee, ik gok niet dat het heel veel uitmaakt. Die staat in ieder geval mooi. Oké. Okay. Even assisteren. Hi, goedemiddag. We zijn weer een paar dagen verder inmiddels, hè? Ja. De bad... Trouwens, de deurbel kan elk moment gaan, want mijn vader is onderweg. Maar de badkamermeubels, we hebben ze geprobeerd, we hebben ze neergezet en bleek toch gewoon niet te passen. Ik denk dat dat mijn vader is. Dat is sneller. Ja. Wedden? Dan vraagt hij welk nummer was het ook alweer? Denk ik. Nou ja, in ieder geval, het bleek gewoon niet te passen zoals wij dachten. Dus we hebben het weer ingepakt.
En nou, aangezien mijn vader heeft een wat grotere auto. Hey! Hoi! Oh. We zijn onderweg, we zijn over de geparkt over 3 bij jullie. Is goed! Okay. Toppie! Dat zo, ciao ciao ciao! Oh wacht even, moeten we even koffie uitzetten, want iets te vroeg. Da-da-da-da-da. Want ik zet koffie met zo'n heerlijke percolator. Ik weet niet, kennen jullie dit nog, jongens? Dit is een koffiepotje. Het is van mijn oma geweest uit Sicilië. En dan doe je daar water in. Als je trouwens een van de eerste vlogs kijkt, heb ik het een keer voor gedaan. Hier gaat water in, en dan een filtertje, daar gaat koffie in en dan komt hier zo meteen koffie uit. Super lekker, helemaal Italiaans. Lekker sterk. Zie jij er weer lekker uit, baby? Mag die slappen, hè? Prachtig. Ja, je hebt inderdaad hele leuke stofjes. De ux. De ux. Maar ja, dus even back to topic. Ja. Badkamermeubels zijn weer ingepakt. Ze waren wel heel mooi, maar het was het gewoon niet. We willen toch gewoon ook liever de wasmachine en de droger naast elkaar, want dan lijkt de badkamer ook groter. Ja. En ja, het was het gewoon niet. Dus we waren eigenlijk heel specifiek op zoek naar zo'n wandkast die je dus boven de wasmachine en de droger kunt hangen. Maar die zijn dus niet echt makkelijk te vinden. Dus ik ben zelf aan het tekenen gegaan en nou ja, waar we dus die plaat weer gekocht hebben van voor het bureautje in de keuken bij de houtzagerij. Bij de houtzagerij kunnen we natuurlijk van alles op maat laten zagen, dus gaan we dat maar proberen. En eventjes, ja, moet ik toch wel eventjes bijzeggen, thumbs up voor Vida XL, die gewoon zonder problemen retourlabels sturen om onder pakketjes weer terug te zenden. Want nou ja, het is niet dat we het inderdaad dus niet mooi vinden of zo, maar ja, het is het gewoon net niet. Dus we gaan ze inpakken en zo meteen naar PostNL brengen. And I'm with you.